lekker. Rick Nijhuis, vertel eens, wat is hier in Bonnebroek aan de hand? Wij organiseren jaarlijks met een vriendengroep een mooi kabitfestival. En dat doen wij dus jaarlijks op Oudjaarsdag. En dit jaar zijn we voorzien van een paar nieuwe kanonnen. Vorig jaar hadden we een ander kanon. En dit jaar hebben we het anders geprobeerd. Vandaar dit jaar een apart soort kanon. Maar waarom? Dat kanon van vorig jaar was toch ook wel goed? Het kanon van vorig jaar was hartstikke goed. Ook heel erg mooi. Alleen vorig jaar wat signalen vanuit de buurt ontvangen. Dat ze toch liever gesteld waren op een ander soort type kanon. Die ietsjes minder lawaai zou maken. En daar hebben we rekening mee gehouden. Daar hebben jullie rekening mee gehouden. En is dat ook zo? Is het effect inderdaad ook dat het ietsje minder is? Onze ervaring is dat het wel zo is. Het geluid is nog steeds wel behoorlijk. Alleen de drukgolf is wat minder. En dat heeft denk ik minder last in de buurt. Ja. Nou ja, je zal het wel uit de buurt horen in de loop van het jaar, hè? Dat denk ik wel. We hebben tot nu toe nog geen klachten gehad. Nee. Okay. Zeg, maar wat voor soort kanon is het dit keer? Want het is een dubbelloops volgens mij. Dit jaar hebben we twee hele grote vaten. Ik weet niet hoe groot ze zijn, maar ze zijn groot. Voor mij gaat er een heel grote patroon of iets anders af. En wat we dan zeggen, we hebben er twee bougies in zitten. En die brengen we automatisch tot ontsteking, waardoor ze eigenlijk gelijktijdig afgaan. Ja. Het is een geweldig effect. Het is hier langzamerhand een traditie, hè? Hoeveel jaar doen jullie dat al? Ik denk nu dat we het een jaar of 6-7 doen. We zijn er gewoon eens een keer uit gekkigheid mee begonnen. Eigenlijk wordt het elk jaar groter. We hebben er nu een tent bij. Goede opkomst met mensen. Ja, en we maken er gewoon eigenlijk altijd een heel leuk festival van. Ja. Nick, Dreierink, hoe financieren jullie dat? Want het is nog wel een hele onderneming, lijkt mij. Ja, we hebben een redelijk grote groep eigenlijk, qua kameraden. Iedereen die heeft de eigen inleg erin. En ja, nou, we hebben natuurlijk een vrije gift. Dus als mensen komen, dan drinken ze gewoon wat. En aan het einde van de dag geven ze gewoon een vrije gift. En dat is onze financiering. Daar komen we elk jaar nog mee uit. Dus dat loopt leuk. Wanneer beginnen jullie eigenlijk voor te bereiden? Meestal rond 3 dagen van tevoren beginnen we echt met opbouwen. Ja, 2 dagen. En de voorbereidingen, dat zijn 2 avonden van tevoren. Jullie hebben nogal behoorlijk wat medewerking, hè? Ook van de moeders, geloof ik, hier in de buurt. Ja, dat klopt, ja. We hebben leuke buren hier. Iedereen die helpt wel, die brengt wel wat bij. Dus dat gaat altijd goed. Dus. Proost hoor.